Goedemiddag allemaal. Nou, daar zijn we weer. Het is vandaag Prinsjesdag. Het is de derde dinsdag van september. Het is vandaag 19 september, 13:46 om precies te zijn. Maar ik had dus een comment gehad en van mijn eigen broer, Harret van Beek. Die is ook aan het vloggen tegenwoordig. Ja. Maar ik moest dus maar in een pak gevulde koeken bijten. Dus, dat heb ik gedaan. Ik heb een pak gevulde koeken gekocht. Maar dat smaakt niet. Nee. Kan ik hem beter openmaken en dan eten? Dat is wel lekker. Dan in een pak gevulde koeken bijten en hap, 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 hap. Dat smaakt niet. En dat is ook niet lekker. Dus dat gaan we doen. Ja. Je ziet waarschijnlijk al erbij al hangen. Even openmaken. Doe ik het gewoon zo. Kijk. Hap. Ik maak hem gewoon open. En dan zou ik zeggen, lieve broer van me, dankjewel dat je mij op het idee hebt gebracht. Ik heb lekker gevulde koeken gehaald. Bij de Action, weliswaar. Bij de Action, ja. Ze waren bij de Action gevulde koeken. Maar 55 cent. Dus ik moest voor twee pakken betalen. Ja, ik heb er twee. Ja. 1,10 euro. Kijk, en dan lieg ik niet, want ik heb er twee gehaald. Kijk, ik heb er twee. Ja. En nu ga ik lekker genieten van mijn gevulde koek. Kijk. Goedenavond allemaal. Het is nou net 6:55 s'avonds. Mijn mannetje is er. Ik krijg eventjes een bakje vla. Ik laat eventjes mijn mannetje weer even zien. Hi. Hi schat. Hi, hoe is het? Nou. Ja, niet prima. Nee, wel. Dus nou, kom. Nou, nee. Nee, kom. Ja, niet prima. Doe ik hem weg. Is goed. Kom. Nee. Nee, dit is niet leuk. Even vlaanpakken. Is die camera? Zo. Is goed. Doe het zo. Nee, nee. Hij wil het nog niet. Nee. Niet voor de camera. Niet voor de camera. Nee. Nee. Maar ik zet hem altijd een beetje in de pest omdat ik dat leuk vind. Ja. Ik vind het gewoon leuk om jou te pesten. Ja. Hij schrok. Vond ik leuk. Kus. Gewoon even die camera weg. Nee. Maar gewoon op de zijkant kus geven. En dat mag ook al niet. Zo. Oh, ik wou net zeggen. Zo. Ja, knoei jij eens even. Ja, is voor mij. Is voor hem, hoor. Ja, hoor je dat? Is voor hem. Ja. Hij sport ook echt niet, hoor. Nee. Sport niet. Nee. Maar dat klopt. Want hij rijdt niet op een rails vanzelf. Nee. Het is wel een beetje donker daar, maar... Een beetje duistere praktijk. Hele duistere praktijk, hè? Lekker gevulde koek. En hoe smaakt die? Dat weet ik niet. Ik weet ook niet waarmee die gevuld is, maar ik hoop dat die lekker is. Moet je proeven. Een stukje proeven. Eeuw! Niet lekker. Ik wil die andere ook opeten. En hoeveel heb je er nog? Vier. Nee? Oh jawel, vier. Ja. Maar wat hebben we allemaal weer vandaag gedaan? Wat heb jij gedaan vandaag? En wat zijn we tegengekomen vandaag? Vertel het eens aan mij. Ik heb vandaag 6:15 vanochtend vroeg weggegaan. Ja. Naar Zutphen voor training van de Sikko. Ja. Leuke training, heel intensief. Om 4:30 was de training eindelijk afgelopen. Ja. Toen even lekker nog een paar uurtjes in de file gestaan. Het was een paar uurtjes? En wat is... Er was wat gebeurd in op de A12. Ja. Maar tegen de tijd dat we daar waren, was die weg. Dus dan zag je niks. Ja. Dus op zich wel aardig. Toen ben ik thuis afgezet. Door wie? Door de collega's. Ja. Heel snel eventjes mijn verkleed. Toen ben ik naar jou toe gegaan. Naar mij? Ja. Wacht even hoor. Naar jou. Naar mij. Ja.
Irritant? Nee, hè. Is leuk, hè? Ja. Ja. En toen zat je hem ook alweer te plagen. Oh, want? Ik wil niet in beeld. Oh. Als er bepaalde dingen gaan gebeuren. Heb je pech. Ja, hè? Ja. Dat dacht ik al. Ja. En ik heb nog niet geschoren. Als je hem nog heel even vasthoudt, ja. Goed zo, blijf. Blijf, steek. Ja, ga verder. Hoop. Moet je wiebelen? Ja. Ik ben nog niet geschoren sinds. Mooi toch? Sinds vanochtend. Is het niet zo handig als er bepaalde dingen gaan gebeuren. Dat is bijzonder onprettig voor degene die de dingen doet. Maar vertel, wat heb je? Toen zijn we richting ons vereniging gelopen. Vereniging? Ja. Duistere zaken. Daar waren wij als eerste op het honk. Op het honk? Ja. Vereniging, honk. Ja. Dat zijn helemaal duistere zaken. Ja, hè? Dus toen kwamen bepaalde iemanden langs. Oh, iemanden, oké. Okay. Die wilden graag ook naar binnen. Oh, mocht dat wel dan? Dat mocht wel, ja. Ik had de sleutel, dus kan ik open doen. Ah, dat is mooi. En toen hebben we zelf met z'n acht in het hokje gezeten. Hokje, en hoe groot is dat hokje dan? Nou, groot genoeg voor 8 personen. Oh, Maar niet groter. Er staan 2 tafels in, stoelen. 4 stoelen aan elke kant van de tafels. En toen werd er gebeld op de telefoon van bepaalde iemanden. Ja. Dat er nog een andere iemand buiten stond. Oh. Die had aan de deur wel gebeld, maar er ging niks over. Hmm. Dus ik doe open, ja, de deurbel doet het niet. Ja, dat weet ik, want er gaat niks over. Dus toen hebben bepaalde iemanden een stoel afgestaan aan bepaalde iemanden die buiten waren. Ja. Toen heb ik eventjes met de deurbel gestoeid. En gestoeid nog wel. Hoe ga jij nou stoeien en met een deurbel? Nou, dat staat uit 2 delen. Eén is het deurbelgedeelte, zeg maar. Ja, en hoe ziet dat eruit dan? Het zit buiten, is gewoon een drukknopje. Ja. Op batterijtjes. Dat staat in een draadloze verbinding met het toestel in ons honk. Dat steek je in het topcontact dat deel. Spelhonk bedoel je? Ja, ons speelhonk, ja. Ja. En dat geeft dan een belgeluid, mits het goed communiceert. Dat deed het dus niet. Dus ik trek dat ding uit het topcontact, steek dat in de keuken. Ja. In, trek die bel aan de buitenkant los. Houd dat er vlakbij, druk nog een paar keer. Op een bepaald moment gaat het over. Ja, dus dat dus heb je weer gefixt. Ik heb weer netjes die bel teruggebracht en het deel naar beneden. Ja. Op zodanige manier dat niemand ziet dat het eruit is geweest. En het functioneert nu weer naar behoren. Hoop ik toch. Omdat niemand weer anders meer aan is geweest. En wij verwachten eigenlijk nog 1 andere persoon, maar die is niet komen opdagen helaas. Dus in totaal zijn 4 personen niet komen opdagen. Plus onze 2 gasten zijn niet komen opdagen. Ja. En nou, toen werd het tijd om een stukje te gaan wandelen. Ja. Dus, 3 groepjes werden er ingedeeld. Of ik ook wilde aansluiten bij een groepje. Nou, ik had iets anders in gedachten. Ik ga met iemand anders lopen. Met wie? Met bepaalde jijen. En bepaalde jijen? Ja. En wie zei dat dan? Dat zijn bepaalde aanstaanders. Oh, ja, en zeker met en mijn andere meisje. Nee, die meisje mag niet mee. Die moet thuis blijven. Ah, mag die niet mee? Ja, mag wel mee, maar dat zit niet op. Niet? Nee, ik heb een bepaalde andere honden meegenomen. Bepaalde meisjes. Ja. Die op bepaalde balkonnen liggen nu waarschijnlijk. Dat denk ik wel dan, ja. En ja, dus daar werd gevraagd of jij nog even wilde nablijven, want 2 bepaalde iemanden wilden graag even met jou spreken. Nou. En
En dat hebben we dus niet gedaan. Helaas, dus pindakaas. Jij bent nagebleven en je hebt gezegd, van, nou, ik ga dat ik ook nog even blijf. Ja. En een bepaalde iemand waren het daar niet mee eens. Hebben ze pech gehad vandaag. Dus werd er aan mij gevraagd, wat wil jij? Dus ik zeg, nou, ik zou wel willen blijven. Nou, toen was het antwoord van, nou, dat gaan we dus niet doen. Wij gaan daar vandoor. En de consequenties zijn voor jou, richting jou kijkend. Dus het was een vreemde situatie allemaal. Vreemde maar, of een hele grappige en leuke en oh, het, je kon of weer informatief. Informatief, enerverend, bijzondere situatie. Mooi. En wat kwamen we... Nou ja, en we zijn ook nog iemand anders tegengekomen. Ja. En hoe, hoe denken de kijkers erover? Op onze route. Ja. Wij een bepaalde auto tegen. Bepaalde auto tegen die onherkenbaar was als zijnde een functieauto. Ja, precies. En bepaalde agenten stapten uit en wilden even weten wat wij aan het doen waren in ons uniform. En of het allemaal goed was, rustig was in de wijk. Ja, precies. En toen hebben we hem nog een bepaalde vraag gesteld. Ja, daar kom ik even netjes bij je zitten. Die vind ik leuk. Dus die bepaalde vraag, dus even, nou daar moet ik even over nadenken. Dus hij parkeerde zijn auto. Onopvallende wagen. Zal ik even uitschuiven, geduld schat. Want anders is dat niet zo fijn filmen. Oké. Zo, ja. Dus hij parkeerde zijn onopvallende auto ergens. Ja. En we begonnen toen uit te stappen. Dus wij stellen de vraag of zomaar bepaalde auto's gefilmd mogen worden. Mogen worden, geweest worden, gefilmd. En dat mag. Dat schijnt zomaar te mogen. Alleen bepaalde functionele lieden mogen niet herkenbaar in beeld komen. Dus dan is dat gewoon blurren en anders gewoon wegknippen. Inderdaad. Of eruit halen, of ja. Wegknippen, of blurren. Ja. Maar blurren kan ook natuurlijk. Had ik blurren al genoemd? Ja, okay. En dan nu weer blurren. Ja, maar je kan het ook wegknippen natuurlijk. Ja. Nou, dat kan. Er zijn dus 6 mogelijkheden. 6, dus 1, 2, 6, 20. Ja, precies. Nou, 20 mogelijkheden dan. Oh, wat jij wil. Ja, blurren, knippen. Nog iets eroverheen zetten. Of het blurren en knippen. Ja. Het heeft weinig effect, maar je kan ook eerst knippen en dan blurren. Of er iets overheen plakken, blurren en dan wegknippen. Ja. Dus alle mogelijkheden genoeg om het niet herkenbaar en niet in beeld te krijgen. Nee, precies. Dus ik wens toch nog veel succes. Toen waren we weer dus het richting Honk gelopen. Ja. Alle andere waren er al behalve één iemand. Die was al voortijdig afgehaakt. Yep. Want die gaat altijd meteen door naar huis. Dat is wel handig. Lekker vroeg en op bed uit. Dus toen hebben we eventjes nagepraat met deze en gene. Was heel erg gezellig, het napraten. Het napraten was erg gezellig, ja. Bijzonder informele sfeer. Ja. Er werd ook nog even gesproken over weggeefaccessoires. En ik had nog iets van, nou, er zijn bepaalde wagenmuntjes verkrijgbaar bij bepaalde winkels. En daar kan je dan een stickertje op plakken en dat gaan uitdelen. Nou, dat was een interessante. Maar kon natuurlijk ook zelf muntjes gaan maken met bepaalde logo's erop. Maar er zit een prijskaartje aan natuurlijk. Overal zit een prijskaartje aan. Ja, behalve aan jou. Behalve aan mij. Ja. Horen jullie dat nou? En behalve aan mij zit er geen prijskaartje aan. Nee, ik heb al genoeg gehad. Ze heeft veel gehad. Ja. Ik wil zelfs niet de zelfs lekkere koeken van 55 cent. Nee. Wil ze niet meer. Eeuw. Ja. Ja. Nee, dus bepaalde medespelers van het team hebben voetbalteam bedoel je? Het voetbalteam, ja. Die een bepaalde huisvesting in het vizier gekregen. Waar aanstaande maandag bepaalde papieren ondertekend gaan worden. Zodat de bewonerscommissie een akkoord kan geven. Oh, kijk. Dus. En het zou in de buurt zijn van de bepaalde oude woonlocatie. Dus dat is het makkelijk wat betreft verhuizen, denk ik toch? Dat denk ik wel, ja. Nou, dus ik ben daar blij mee. Dan hoeft het niet
naar Sint-Jutemus te schuiven en ook niet naar Verwerristan te verhuizen. Nee, want dat is een beetje jammer. Hè? Dat is een beetje jammer. Het is goed, goed advies geeft hij altijd. Ja. Goeie tips. Klopt. Gezellige man. Mm-hmm. Zeer zeker. Soms is het een beetje moeilijk in de omgang. Vooral richting jou. Nou ja, of nog beide. Naar elkaar toe. Nog. Dat kan ook. Ja goed, er zijn altijd wel strubbelingen binnen het team. Maar goed, als je maar een bepaalde consensus hebt, dan gaat alles goed. Ja. En belangrijk. En ik gedraag me netjes. Ja, gedraag je netjes. Alleen, ik heb soms een hele grote mond, om het zo maar te zeggen. Maar... Ja, je wilt nog wel eens iets zeggen wat niet helemaal in goede aarde valt. Nee, maar ja. That's dat me. Dat heeft met je hersenschudding te maken. Ja, ook. Burn-out en je overbelasting. Ja. Dus dan heb je niet zo'n... AD. Filter zit dat anderen soms wel hebben. Die denken eerst even na over wat ze willen zeggen. En ik niet. En zeggen dan wat anders dan wat ze niet willen zeggen. Nee. En jij zegt gewoon wat je denkt, zoals het is. Nou, ja. Plain en simpel. Veel simpeler kan je niet krijgen. Veel eerlijker kan je het niet krijgen. Het is niet altijd even leuk om te horen. Ook niet voor mij. En als je maar eerlijk bent, dat is het leukste. Ja. Handigste. Je hoeft niks te onthouden wat je allemaal hebt gezegd wat niet waar is. Ja, want het wordt nu toch ook opgenomen. Ja, toch? Ja, dan weet iedereen wat er wel en niet gezegd is. Ja. Vooral hetgeen wat er niet gezegd is, dat staat ook niet in beeld. Nee. Dus dat is handig. Heel handig. Dus al in al meegenomen werden nog bepaalde trucjes uitgehaald met drankblikjes. Oh, vertel. Dat werd een soort van opgevouwen. Ja. Op een speciale manier. Dat is grappig. Een manier die ken ik nog niet. Nu dan? Ik pak meestal een blikje, knijp dat fijn, slaat plat. Nu ken ik een bepaalde techniek. Ja. Waarbij eerst het blikje indukt en dan heel voorzichtig draait en dan plat drukt. Heb je weer wat geleerd vandaag? Heel wat geleerd. Kun je meer blikjes in een vuilniszak doen? Erg handig. Mm-hmm. Het werkt alleen met drankblikjes. Bij conserveblikjes is dat een stuk lastiger. Mm-hmm. Dan moet je hard knijpen. Hard knijpen, dat ken je wel, hè? Hard knijpen ken ik wel, ja. Ja. Knijp maar uit. Nee, doe ik niet. Heel hard knijpen. Zo. Dan moet ik er even uitknippen. Nee. Ja. Nee. Eigenlijk wel. Wij moeten het eruit knippen en jij knipt het er weer in. Is dat goed? Nee. Oh, jammer. Jammer, hè? Blurren dan. Ook niet. Iets eroverheen zetten. Nee. Nee. Iets eroverheen zetten, dan blurren, dan nee, weg. Is niet leuk. Jezus. Moet dat nou iedere keer? Ja. Oh, dan is het goed. Dan is het goed. Kijk, dat staat dus nu wel op beeld. Als het iedere keer moet, dan is het goed. Maar niet als het sporadisch moet. Nou, dus, ja. En wat vinden jullie er nou zelf van? Nou, ik vind helemaal... Vinden jullie deze filmpjes nou leuk? Dan een blauw duimpje omhoog. Vind je niet leuk? Twee blauwe duimpjes omhoog. Doe hem alles naar beneden. Een nee. Een duimpje naar beneden. Ja. Nou. En vinden jullie deze video's leuk? Abonneer dan snel op onze video's en blijf op de hoogte.